Voor ons is botox dagelijkse kost. Maar het is ook gewoon, voor veel mensen is het gewoon eng. Ja, dat snap ik. Hangende oogleden, springende wenkbrauwen, een bewegen gezicht dat niet meer beweegt. Wat zijn de risico's van botox? Oké, de risico's van botox zijn met name dat je te veel inspuit. Ja. Eigenlijk, daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. Je moet wel goed weten wat je doet. Want als je te veel inspuit, dan krijg je zeg maar dat strakke gezicht. Ja, dat is één. Maar ook gewoon, het kan, al die spieren hebben wel een bepaalde functie. Ze doen het niet voor niks. Niet voor niks. Dus je gaat, nu moet je dan zeggen, van, nou, dan gaan we helemaal geen botox meer doen. Dat is onzin. Maar ze hebben allemaal een bepaalde functie. En die functie moet je wel als dokter heel goed begrijpen om daarin weer te manipuleren. Nou is het zo dat het ook fout kan gaan. Ja. En bij fillers, fillers en botox zijn eigenlijk dus iets anders. Fillers hebben, daar kun je rimpels mee opvullen. En met botox leg je de spieren plat. Mm-hmm. Maar het nadeel van botox is dat als het er eenmaal in zit, dan zit het erin. Fillers kun je weer oplossen, daar is een middeltje voor. Precies. Dat als dat niet goed gaat, dan spuit je er wat in en dan. Ja. Maar botox, daar kun je gewoon niks tegen doen. En als het fout gaat, dan gaat het fout. Ja, nou, maar één is hoe ik denk. Ik denk een beetje, soms een beetje, analytisch. Ik kan er niks aan doen, zo denk ik. Het feit is, hoe ik dat benader, is dat ik gewoon eerst kijk. Ik begin altijd relatief licht. Dat is wat ik doe. Ik heb ben een lichte botox-inspuiter. Mm-hmm. En dat is met name omdat ik me zo bewust ben van die gevaren. Je kunt altijd nog wat bijspuiten. En je moet dat is, vind ik, het mooiste. Je moet een goede dosis instellen. Dus dat kost soms ook wat tijd. Dus als mensen bijvoorbeeld lopen te hoppen van de ene botox-spuiter naar de andere botox-spuiter. Het feit is, het kost best tijd om een mooie botox-dosering in te zetten. Nou, hoe doe je dat? Hoe ik dat doe, is als volgt. Nou, ik kijk gewoon in die zin eerst naar de spiercontracties. Mm-hmm. Nou, hoe ik dat doe, kijk, jij hebt bijvoorbeeld op dit moment, ja, je hebt gewoon een mooi gezicht. Hè? Dus alle verhoudingen zijn helemaal kloppend. Je hebt bijvoorbeeld, doe maar eens even dit. Oké, nou, hier heb je dus geen botox nog gedaan. Hè? Nee, het is uitgewerkt. Precies. Nou, het feit is, jij hebt drie vingers ongeveer van deze spier. Nou, mm-hmm. Die spier, die prikt alles omhoog. Mm-hmm. Nou, deze spier, doe maar eens Frans, maar het heeft ook nog helemaal dat niet, helemaal goed. Die trekt alles naar beneden. Dus, waar zijn mensen het meestal bang voor? Voor hangende oogleden. Ja. Juist. Nu ga je gewoon, begin je eerst dus, dat aan te pakken. Nou, deze spieren, weet je gewoon sowieso dat als je dit aanpakt, gaat het niet omlaag. Dat kan niet. Nee, want het is zo met, als je het voorhoofd behandelt, heb je kans op hangende oogleden. Precies. En als je de fronsrimpel behandelt, heb je kans op springende wenkbrauwen. Precies, inderdaad. Nou, dus je gaat eerste stap, om dat dan te voorkomen, begin je hier. Maar je weet, en dit is een beetje een technisch verhaal, ik weet het. Je volgt me, hè? Ik volg jou, maar ik probeer ook de mensen die kijken mee te nemen. Ja, precies. Het is best ingewikkeld. En je ziet ook vaak de slechte dingen, maar het gaat eigenlijk altijd best wel goed. De kans op dat er iets fout gaat is klein. En als er iets fout gaat, kun je het ook altijd wel weer relatief goed corrigeren. Ja. We hebben hier een aantal spiergroepen. Mm-hmm. Je hebt deze spiergroep. Dat zijn... Zo. Die spieren brengen alles naar boven. Dus als we deze blokkeren. Wat gebeurt er dan? Dan gaat dit naar beneden. Ja. Logisch, toch? Ja. Nu gaan we eens fronsen. Nou, je ziet dat de wenkbrauwen dat ook naar beneden gaan. Dus wat zie je? Tak, tak. Wat gebeurt er dan? Dan gaat dit meer naar boven toe. Ja. Logisch. Dus nu is het ook zo dus dat deze spier zit ook hier. Die loopt een beetje eroverheen.
logisch. Dus als je deze doet, pak je ook een gedeelte van dit beet. Ja. Dus je zorgt er ook voor dat deze rimpeltjes toch een beetje vervagen. Dus je begint eigenlijk het liefste met dit gebeuren om dat zo goed mogelijk te behandelen. Ook al heb je daar niet echt rimpels. Dat is het meest veilige. En dan ga je kijken, doe maar eens omhoog. Dan zie je, hier zitten allemaal de spierrimpeltjes. Nou, sommige hebben mensen, stop maar, weer even. Die hebben bijvoorbeeld, dan hebben ze wel zo'n voorhoofd, maar dan zie je dat alleen maar de rimpeltjes zo hier optreden. Dus dan is het hier glad. Ja. Nou, dan weet je, hier zit geen spier. En dan weet je ook dus dat die rimpel, dat dit te veel, een heel klein spiertje is. Dus als je daar gaat spuiten, weet je gewoon dus dat er een grote kans is dat dit gaat zakken. Dus, hoe doe je dat dan? Hoe voorkom je dus dat er geen hangende oogleden komen? Je begint eerst hier en dan ga je heel rustig, met halve doseringjes of kleine doseringjes, ga je daarin inspuiten. En je kan dat ook nog een beetje manipuleren door ook een klein beetje, nou nu ga ik dat eventjes... Zie mijn ernstige blik. Ja. Je hebt een spier. Dit is de dwarsdoorsnede van de spier. Ja. Duidelijk, hè? Nou, dat deze ga je hier een klein beetje botox inspuiten. Dan pak je alleen maar deze. Tak, tak, tak. Dat is genoeg om dit soort rimpeltjes te verminderen. Maar je houdt nog een beetje wat eronder is, hou je nog over. En daarmee kan je dus manipuleren. Want als je dit allemaal zou blokkeren, door gewoon lekker veel botox te spuiten, dan krijg je dus dat dus weer kan zakken. En daar moet je continu rekening mee houden. Nou, hoe gaat het dan als dat dan toch... Stel, het hangt, gaat toch hangen. Ja, nou, dan hebben we een way out. Is er nog een gedeelte niet getekend in mijn gezicht? Ja, sorry. Maakt niet uit. Dit zorgt ervoor dat dit weggaat. Ja. Ja. Deze, als je dit blokkeert, dit blokkeert, dit blokkeert, dit blokkeert, dan gaat dit een beetje zo zetten. Dus je kan bijvoorbeeld, als dit een beetje hangt, kan je toch een beetje dat corrigeren. Weer corrigeren. Dus wat je gaat doen is, je gaat eigenlijk door weer te kijken waar nog een beetje spiercontractie is. En dan ga je daarin een beetje manipuleren. Je gaat het gewoon eigenlijk weer contra. Precies. Dus je weet na een tijdje, je bent als een soort marionetspelertje. Je weet, oké, dat touwtje trekt daar, dat touwtje trekt daar. En dan ga je daar een beetje plukken en daar een beetje prikken. Dus eigenlijk is het zo, sorry dat ik je onderbreek. Nee, geef niet. Dat je, als je te veel botox hebt gebruikt en het is fout gegaan, dat je eigenlijk nog meer botox nodig hebt. Precies, eigenlijk wel. Ja. En moet je dan teruggaan naar diezelfde arts die het fout heeft gedaan, of zeg je? Het feit is dat een botoxdosering tijd kost. Eigenlijk, en vooral dat je mensen, als ze zeggen van, we willen het allemaal strak hebben, strak, en het moet goed zijn, en direct goed is, dan ga je eigenlijk al een hele hoge druk bij die dokter leggen. Ja. En als je dat dan gewoon iets rustiger doet, dan komt dat al helemaal goed. En in stapjes. Dan weet je, en als dat niet helemaal goed is, dan wat te laag is. En ik moet wel eerlijk zeggen, dit is wel wat een dokter moet uitleggen. Ja. Moet uitleggen, dus ze moeten daar begrip voor krijgen. Maar het feit is als hij zegt, als dit zou optreden, kijk, het is... Dat is wel vervelend, maar het hoeft niet te zeggen dus dat de botox-persoon een slechte dokter is. Nee. Nee, maar de dokter moet wel kunnen leren en kunnen begrijpen wat er is opgetreden. Zodat dat dan in de volgende dosering verminderd raakt. En wat fijn is dat je moet, wijs ik weer met mijn vingertje, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Het is goed om je te realiseren dat botox niet permanent is. Dus stel nou dat er iets fout is gegaan, dan duurt het vaak een aantal weken voordat het weer minder is. Juist. Realiseer je deze spier, dan gaan we hier spinnen. Zo. Dit is de lachspier. Nou, die gaan we echt nooit in te nemen, gaan we die aanpakken. Dus als deze dit lacht, komt hier altijd wat huid. Nou ja, gelukkig hebben we dan de plekken ervoor. Maar ja. Het feit is, zo moet je ongeveer een beetje nadenken over botox. Nou, en als je zo nadenkt, dan komt het eigenlijk altijd goed. En dan kun je er ook echt hele mooie resultaten mee bereiken. En ook heel natuurlijk. Zullen we nu mijn gezicht dan weer schoonmaken? Dat is goed.